De kunstenaar Wassim Salam, die zijn thuisland Libië moest ontvluchten, heeft zijn ingrijpende ervaringen verwerkt in kunstwerken. En zijn expositie is nu te zien in Bibliotheek Zwaneveld. Al van jongs af aan is kunst zijn passie. En ondanks vele obstakels heeft hij nooit opgegeven. En in plaats daarvan heeft hij zijn moeilijkheden omgezet in creativiteit. So I have here 1 year, 3 months, I think. It's a long travel. When I first station is Greece and French and Belgium, and the last station here in Netherlands. Met zijn kunst wil Wassim Salam niet alleen zijn persoonlijke verhaal vertellen, maar ook anderen inspireren. Hij streeft ernaar een nieuwe beweging te starten die laat zien hoe kunst kan dienen als een krachtige uitlaatklep in moeilijke tijden. The work is this is a new movement style artistic. It's unique style artistic. He translate my movement art is named philosophy of visual art. This is a new movement. You need also a lot philosophy for the paint, and also the my situation. Sad sometimes, happy some. It's different. It's also it's hard the situation, also the bad situation. En om deze gebeurtenissen te verwerken in kunst, is dit voor hem ook een fijne uitlaatklep. I remove a lot stress because the painting he gave me a chance to remove stress, to remove skip the stress in my mind, in my life. So it's different. The day after day, I feel good after. And good and good. En een van de kunstwerken is wel erg bijzonder. Het is een uit één hand getekende lijn. Een lijn met een begin en een einde. Maar dat einde, dat is nou juist net de zoektocht in het schilderij. I give the chance a lot public here went to watch to my painting, but never ever to find it. So it's very hard. If you find it, you have amazing mind. So I don't think so. Nobody is here found it alone. En dat einde van die lijn moet dus hier ergens zitten.